kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben met Fleur in de trailer, die echt staat te stampen als een idioot. Fleurtje! Hey! Dus ja, we gaan zomaar even rijden. Maar Fleur zit in de trailer omdat ik mijn eerste officiële springwedstrijd heb. Dus daar gaan we zo meteen heen rijden. Het is in Haaksbergen, dus het is echt 20 minuutjes rijden ongeveer. Ik wacht nog even op Astrid, die rijdt met mij mee als groom, zeg maar. Ik heb niet heel veel van de voorbereiding kunnen filmen, omdat ik niet heel veel tijd had. Maar goed, Fleur zit in de trailer. Ik heb alles klaar, zadel, hoofdstel, alles. Dus we gaan nu onderweg naar Haaksbergen. Tot zo! We gaan kijken, dames en heren, naar Stella Schepers. Ze bereidt de 9-jarige Mary Fleur. Resultaat voor Sterren Schepers en Fleur. Parcours met 3 startpunten binnen de tijd. 6,5 wijze van rijden, een 7 houdingen zit en een 7 algemene indruk. En dat geeft 67,5 punt. We gaan nu kijken naar de tweede ronde van Rutte. We gaan kijken naar de tweede ronde van Sterren Schepers en Fleur. Deze ronde is haar zin. Schepers en Fleur in deze ronde 8 strafpunten binnen de tijd.
is het wel voor Anna Gutikova met Chupa Chups. Nou jongens, zoals jullie net zagen heb ik net twee rondjes BB90 gesprongen met Fleur. En het eerste rondje was gewoon, het is niet voor punten, omdat BB is nooit voor puntenregistratie, alleen vanaf de B. En aangezien ik met 18 ben en ik bij de paarden moet springen, met een pony, omdat Fleur natuurlijk een pony is, dacht ik begin gewoon lekker bij de BB en dan kan ik daarna altijd nog kijken. En Fleurtje staat weer lekker op stal nu. Vlechtjes en zo zijn er allemaal weer uit. En ik ben uiteindelijk toch nog 7e van de 22 deelnemers geworden. En voor de allereerste keer ben ik echt super trots op haar. En we gaan gewoon verder trainen en we zien wel hoe ver we komen. Natuurlijk niet heel ver, want ja, met een pony tussen de paarden is altijd heel lastig. Maar het maakt niet uit. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!